Hoi, leuk dat je kijkt naar deze video. Ik ga je laten zien hoe je nou goed je huid reinigt. Ik begin met de Anti-Aging Milk van L'Aquiline. Het is een lichte, romige, frisse en comfortabele textuur. Hij reinigt en verwijdert op een zachte manier de make-up en de onzuiverheden. Hij verbetert de soepelheid van de huid, verzacht en herstelt de vet- en vochtbalans. En geeft een perfect schone en zachte huid. Hoe gebruik je hem? 'S Morgens en 's avonds breng je hem aan over het gehele gezicht, hals en décolleté. Zachte roterende bewegingen, afspoelen met water. En that's it. Ik zal laten zien hoe je hem gebruikt. Nu ga ik verder met de L'Aquiline Bio Smoothing Tonic. Het is een anti-aging verzachtende lotion en hij vermindert het trekkige gevoel na de reiniging. Hij verwijdert de dode huidcellen en egaliseert de huidstructuur. Hij is een voorbereiding op de huid zodat de producten die erna komen een goede en betere opname hebben. Je gebruikt hem 's morgens en 's avonds met het aanbrengen van de reiniging. En je gebruikt hem maar met een kleine hoeveelheid op een badje. Dit verdeel je over het hals en gelaat, décolleté. En ik ga je even laten zien hoe ik dat precies doe. Na al deze stappen gebruik je de L'Aquiline Bio Peel. Het is een milde enzymatische peeling die geschikt is voor alle huidtypes. Zelfs voor een hele gevoelige huid. Het is een gel textuur die verandert in een olie zodra je hem aanbrengt. En hij verwijdert alle dode huidcellen op een zachte wijze. Het optimaliseert het opnamevermogen van de producten in de huid. Je gebruikt hem zo 1 tot 3 keer per week na de reiniging. Breng hem aan met een royale hoeveelheid op het gezicht, hals, maar vermijd wel de huid rondom de ogen. Masseer hem dan zachtjes in met de vingertoppen en net zo lang totdat de gel verandert in een olie. Laat hem dan ook een paar minuutjes zitten en verwijder hem daarna met lauw water. Ik hoop dat je er wat aan had.